Alright, je hebt mij hier internetsuccesgids.nl. Welkom in deze video. Het is een tijdje geleden dat ik een video heb gemaakt. Een tijdje geleden dat ik een video heb geüpload. En ik denk het is weer eens goed om dit te doen. En om ook om dit weer te gaan oppakken. Laatste tijd, laatste maanden, slash jaren. Ben ik me eigenlijk steeds meer gaan verdiepen in crypto en in alles wat te maken heeft. Ik zit sinds ongeveer 2017 in crypto en ik hou het eigenlijk vrij goed bij. En eigenlijk sinds die tijd heb ik me ook steeds meer bezig gehouden in het verdienen van gratis crypto aan de hand van affiliate marketing. Dus door affiliate marketing exchanges te gaan promoten of andere projecten te gaan promoten. En op die manier eigenlijk gratis commissies te verdienen. En op die manier dus ook gratis crypto te verdienen. Nou, dat is door het jaar heen eigenlijk vrij goed gegaan. Het leek me ook wel tof om daar zo veel meer content over te gaan delen. Ook omdat ten eerste zelf mijn interesses daar zo heel erg naar uitgaan. Ook omdat ik van heel veel mensen hoor van het is gewoon heel erg interessant om op die manier gratis crypto te verdienen. En als je door de jaren heen gratis crypto kan verdienen, dan maakt het in principe niet heel erg veel uit wat de prijs doet. Omdat het niet je eigen geld is. Ik verdien elke dag gratis crypto. Dit verdien ik op exchanges. Elke dag wissel ik dit geld om direct in BTC of in Ethereum of wat dan ook. En zo verdien ik dus elke dag verdien ik gratis crypto. En het doet het niet echt pijn als de markt naar beneden zakt. Want ik heb er niet dat eigen geld in te hoeven delen. Nou, daar wil ik eigenlijk ook in deze video of misschien ook in volgende video's meer over gaan vertellen. Waarschijnlijk in volgende video's, want in deze video wil ik het eigenlijk sinds lange tijd weer gaan hebben over de koers van crypto. Je hoort er momenteel niet heel erg veel over. In het nieuws, misschien van vrienden, misschien van familie. Het is een beetje stil. Dat komt natuurlijk doordat de prijs van crypto is behoorlijk stabiel. Of de prijs van BTC. Hier zo kijken we naar de grafiek van Bitcoin. Je ziet eigenlijk dat die al sinds, 21 juni, dat hij ongeveer hetzelfde doet. Dat hij hier zo is gezakt van pakweg $30.000 naar hier zo naar pakweg $17.000. Dan zie je eigenlijk dat hij hier zo een beetje tussen de 18.000 en dan hier zo de 24.000. Dat hier zo een beetje zo al sinds dus juni tot nu dus november een beetje aan het doen is. En dan is het natuurlijk logisch dat je er niet heel veel over hoort. Want de prijs van BTC en van andere crypto is best wel saai. Er gebeurt niet heel erg veel. Nou, niet heel veel grote koerswijzigingen. Dus het is een beetje stil. Zeker ook omdat BTC, je ziet het hier zo niet. Ik kan nu even verder uitzoomen. Verder laten zien. Dat die hier zo in, wat is het, 9 november... En hier is het dan 10 november dat die de prijs van $69.000 aanraakte. Dan zie je eigenlijk dat die sindsdien met wat hobbels en met wat andere dingen, dat die dus is gezakt naar nu 20.700. Dus heel veel mensen die laten we zeggen op een beetje het hoogtepunt hebben gekocht, die zitten op verlies en die hoor je natuurlijk niet zo heel erg veel mee. En ik vind dat wel grappig om dit ook te zien, van de koers staat laag, dus je hoort er niet meer heel veel over, terwijl de koers staat hoog en iedereen wil kopen. Terwijl juist dan, op momenten dat de prijs heel erg hoog is en dat die eigenlijk op een all-time high is, dat juist dan het heel erg gevaarlijk is om te kopen, want de kans is heel groot dat die ook weer naar beneden gaat schieten, omdat die dus zo hoog staat. Zulke soort van psychologisch effect van mensen die willen alleen maar kopen als ze omhoog gaan, als ze dollartekens in de ogen zien. Maar niemand wil eigenlijk kopen als ten eerste je er bijna niemand over hoort, ten tweede de koers relatief laag staat. Ik weet nog toen ik met Bitcoin of met de crypto in het algemeen begon en BTC stond toen $700. Dat was eigenlijk de rally van 2017, 2018. BTC eigenlijk ging van een paar honderd dollar naar 20.000 en vervolgens terugzakte naar volgens mij $3,000-$4,000. En wat er toen dus gebeurde is dat toen BTC op 20.000 stond, zei iedereen van staat mega hoog, iedereen wil kopen.
En toen die dus weer ging zakken, zei iedereen van ja, staat nu weer laag. Terwijl nu staat die op, laten we zeggen, 20.000. En niemand wil de soort van kopen. Iedereen zegt van ja, hij is kaart gezakt, enzovoorts, enzovoorts. Terwijl toen, en dan kijken we echt naar 3, 4 jaar geleden, was 20.000 was het meest onmogelijke, als het ware, waar die op stond of waar die op kon komen. En het is echt wel grappig om te zien dat die nu er ook weer op boven de 20.000 staat. En dat iedereen zegt van ja, hij staat super laag. Terwijl een paar jaar geleden stond hij op 20.000 op hetzelfde bedrag en stond hij super hoog. Dus dat is altijd wel grappig om te zien hoe dat gaat. En in mijn optiek is het echt het beste om te kopen op momenten dat iets laag staat. Als eigenlijk niemand het wil hebben. Het is best om te verkopen als iedereen het wil hebben. En je weet natuurlijk nooit precies wanneer daarvoor de juiste tijd is. Of wanneer daarvoor ook de juiste markt is. Maar je kunt het wel enigszins wel een beetje goed timen. Als we bijvoorbeeld kijken naar de Bitcoin Rainbow Chart. Die zien we hier zo. Dit is eigenlijk een chart die al sinds ja, x aantal jaar dat die eigenlijk bestaat. Kun je eigenlijk zien van of die hier zo inpast. Nou, hier zitten allemaal formules in. Allemaal van hoe dit dan allemaal is berekend. En dan zie je dat die eigenlijk hier zo net iets bovenheen gaat. Terugzakt. Net de bodem hier zo hebt. Vervolgens ook weer net die top hier zo heeft. Vervolgens ook weer net de bodem hier zo heeft. En dan zie je dat die nog steeds, dat die eigenlijk ja, hier zo net inpast. En dan zie je eigenlijk, want hier staat ook bij dat dit is basically a fire sale. Dus dit zou theoretisch gezien volgens deze chart, zou nu de prijs echt mega goedkoop zijn. Dan zie je ook dat toen die bijvoorbeeld een paar jaar geleden, in 2017 was het dan, en pakweg $20.000 aantikte, dat dit maximum bubble territory was. Nou, dan zie je ook dat toen die op de, laten we zeggen even op de 70.000 stond, dat die stond op is dit een bubbel. Hier zo ook in het begin dat die 61.000 was de tekst die erbij stond was FOMO intensifies. En dan zie je nu dus dat die op basically a fire sale staat. En hij past er dus nog net in. En het is zo belangrijk om naar dit soort grafieken als het ware of naar dit soort charts te kijken om te zien van hey, wanneer moet ik kopen en wanneer moet ik verkopen. De meeste mensen die willen kopen als die ja, pakweg hier in dit het is het gele gebied staat of alles wat daarboven staat. Want dan worden mensen gek. Mensen willen kopen, mensen zien zichzelf superrijk worden. Maar niemand wil het kopen als de prijs van BTC of andere crypto of iets anders super laag is, want er is super veel angst in de markt. Niemand die er eigenlijk over heeft. Niemand die het wil kopen. Iedereen vindt het eng. Je hoort er niks meer van. En juist daar zo liggen de mogelijkheden. En ik ben zelf heel erg benieuwd wat het gaat doen. Ik zie wel dit soort dingen. Ik zie dit soort dingen zie ik ook gelijk aan eigenlijk de afgelopen bullrun. Mensen die ja, eigenlijk alleen hier zo wilden kopen en alles wat erboven zat. Maar hier zo, die eigenlijk niemand meer wilde kopen. Maar je ziet juist van dan, als de prijs laag is, dat dan de meeste stijging naar boven mogelijk is. En probeer echt zo goed die emotie uit te schakelen. En probeer echt goed te kijken naar iets wat, hey, wat laag staat en wat veel potentie heeft als het ware om naar hoog te gaan, hoger te gaan. In plaats van iets wat heel erg hoog staat en wat heel veel potentie heeft om in elkaar te zakken. Mijn optiek is dat iets wat je echt moet leren, wat heel veel mensen echt verkeerd doen. Wat ik hoop, wat ik verwacht, wat ik, ja, laten we zeggen, misschien is het meer hopen, maar als we in ieder geval kijken naar de grafieken en wat het in het verleden heeft gedaan, wat er nu eigenlijk ook een soort van gebeurt, is dat dit een soort van de bodem is. Het is altijd nog koffiedik kijken, want het kan ook nog keihard gaan zakken. Maar de kans dat het nu keihard gaat zakken is relatief klein als je gaat kijken van hey, toen je kocht op $69.000. Dat was een all-time high. De kans is heel groot dat die daarop gaat zakken. Als we gaan kijken naar hier zo, als we kijken naar het Rainbow Chart, dan zien we dat die hier staat op basically a fire sale. Dus mega goedkoop. Dus de kans dat die weer gaat stijgen en dat je daar dus winst mee kan pakken,
is eigenlijk relatief gezien vrij hoog. Maar nogmaals, dit is geen garantie. Ik ben hier zo ook geen financiële adviseur in, maar ik probeer je wel te laten zien van nee, wat is mogelijk, waar zou je op kunnen letten, wat zou er eventueel mogelijk zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is om altijd uit te zoomen, je emoties uit te gaan zetten en te kijken naar het grotere geheel en te kijken wat er ook in het verleden is gebeurd. Vaak zijn tekenen die in het verleden zijn gebeurd, zijn dat indicatoren om te kijken wat er in de toekomst gaat gebeuren. Nogmaals, voor mij, ik vind dit zelf heel erg interessant. Ik vind het ook heel erg leuk om mezelf mee bezig te houden. En voor mij is het nog interessanter om te zien van, nee, ik kan dus gratis crypto's gaan verdienen aan de hand van affiliate marketing. Dus door andere mensen te promoten, als het ware, naar andere exchanges. Exchange die ik heel veel promote is Bybit. In mijn optiek een van de betere exchanges om daar zo mee commissies mee te gaan verdienen, omdat ze heel interessante commissies geven. Ik zal even een linkje naar Bybit onder deze video zetten. Kun je zelf gratis aanmelden. Kun je ook voor een x-bedrag handelsfree of transactiekosten free handelen. Volgens mij ook een x-bedrag aan gratis crypto wat je kan winnen. Dus raad je echt aan om daar zo even aan te melden. En daar zo op dus te gaan handelen. En daar zo ook weer andere mensen op aan te gaan brengen. Dat je op die manier dus elke dag gratis crypto's kunt gaan verdienen. Nou, dit is even voor nu mijn kijk op de crypto wereld als het ware, op BTC en op de prijs. Misschien nog een wat korte video, maar misschien wel een soort van overview video. Lijkt het je leuk dat ik hier zo meer content over ga maken? Laat zeker even weten in de comments. Vergeet ook niet te abonneren. En laat me zeker ook even weten wat je hier zo van vindt en ook wat jouw gedachten over de prijs van de crypto's zijn. Nou, bedankt voor het kijken van deze video en ik zie je in een volgende video.